Hé, hey, wat fijn om uh, jullie allemaal te zien. En ik uh, vind het een voorrecht om altijd met jullie, met iedereen het woord te mogen delen. Maar voordat ik het ga doen even, ik moest een boek meenemen voor iemand die nog dit boek moest hebben. Voor wie moest ik dit boek meenemen? Oh, die is hier niet vanmorgen. Nou, het uh, project Hart voor Mensen, mocht je nog niet besloten hebben om mee te doen of om een boek te bestellen, het kan nog. Dus, maar dan moet je wel nu, deze week, denk ik, bijna uh, ook aangeven dat je hem nog wil hebben. En dan gaan we dat nog uh, voor je regelen. Uh, dat is uh, het boek Hart voor Mensen. En ik ga vanmorgen, uh, eigenlijk de volgende keer ga ik een aftrap doen. En dit is de vooraftrap. Ja, dus uh, de voorintroductie. Uh, en ik wou even een folder aan, bij u aanbevelen: de internship. Uh, zoals u weet, we zijn aangesloten bij een organisatie, die heet MFG. En wij. MFG-gemeenten, om het zo maar even te noemen. Wij hebben de handen gestoken en gezegd: we willen ook een stukje training aanbieden. Voor mensen die zeggen: Ik wil wat meer me gaan bekwamen. Ook wat meer tijd apart zetten. Dus je bent ongeveer twee, drie dagen in de maand daarvoor kwijt. Waar je ook echt apart zet om een stukje onderwijs, extra onderwijs te ontvangen. Maar je gaat ook stage lopen. Je gaat ook in weekenden mee, in gemeentes meedraaien. En je wordt ook praktisch ingezet, zodat je ook he, niet alleen theorie meekrijgt, maar ook de praktijk. He, dat is ook het woord internship, is in het Engels stage lopen. Dus dat je stage gaat lopen, theorie, praktijk, zodat je, he, er staat ook bij van je roeping naar je bestemming gaat komen. We willen jou in je bestemming gaan brengen. Dus mocht jij, en dat is ongeacht leeftijd hoor. Je hoeft niet te denken dat is alleen voor jonge mensen. Als jij zegt, ik zou twee, drie dagen in de maand apart willen zetten. Om echt mijn ex te laten toerusten. Ik wil echt mijn roeping gaan uh, ontdekken. En ik wil vrijgezet worden, zodat God met mij tot zijn doel kan komen. En je wil er echt je erop gaan toeleggen. Dan kan ik echt de internship van harte bij aanbevelen. De nou, lege folders, die kun je meenemen. Oké. Okay. Geen woorden, maar daden. Ik zal even ook de pointer aandoen. Kijken of hij het doet. Ja, hij doet het. En ik wil met u gaan lezen Jacobus. We gaan weer uit Jacobus lezen. Jacobus hoofdstuk 2. Jacobus hoofdstuk 2. En dan lezen we vanaf vers 14. Jacobus hoofdstuk 2 van afwisseling 14... Wat voor nut heeft het, mijn broeders... als iemand zegt dat hij geloof heeft... en hij heeft geen werken. Kan dat geloof hem zalig? In de herziende statenvertaling van het woordje zalig... maar in andere vertalingen staat het woordje redden. Kan dat geloof hem redden? Als er nu een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn... en gebrek zou hebben aan, een dag, aan dagelijks voedsel... En iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd en u zou het niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is. Daar doet u goed aan. Maar, aan. maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder werken dood is? En dan gaat het nog verder. Maar ik wil het ja, afsluiten met vers 26. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Uh, stel je voor, he, je, je moet langs de deuren om een product te verkopen, en je kan er heel mooi over praten. Het is het beste product wat iemand maar kan krijgen. Maar dan wil je demonstreren om te laten zien dat hij het ook doet. En waar rempel, hij doet het niet. Het werkt niet. Hoeveel kans denk je heb je dat je dat product aan de man brengt? Ik denk 0,0. Maar zo is het ook met jou en mijn geloof. Waarom zouden mensen het geloof dat wij hebben ook voor hunzelf willen hebben? Als het toch geen verschil uitmaakt in het leven van alle dag. Het is ook Jezus die zegt: hij zegt Laat uw goede werken dan zien. Dat zegt hij hier in Matthäus hoofdstuk. 5. Echt geloof, zegt Jacobus, blijft niet onopmerkzaam. Als het een echt geloof is, dan zal dat blijken ook uit je werken. He, de, Jacobus zegt ja, sommigen willen een soort valse tegenstelling creëren. Hij zegt, de een zegt u hebt geloof, en de, maar dan heb ik mijn werk. Hij zegt, maar dat is een valse tegenstelling. Geloof en werken horen hand in hand te gaan. Hij zegt daarbij: laat mij dan je geloof zien uit je werken. Dus een geloof hebben wat niet werkt, daarvan zegt Jacobus, dat is niet een echt geloof. Geloof. Je moet het ook laten zien in je levensstijl. Het kan niet zo zijn mensen, dat je met zoiets groots als God in aanraking zegt te bent gekomen. En dat het jou onveranderd laat. Dat is onmogelijk. Als ik in aanraking kom met een vrachtwagen van duizend kilo die op de snelweg 100 kilometer per uur rijdt en die frontaal mij aanraakt. Dan zal ik zeggen dan ben ik een veranderd mens. Je zult de gevolgen meemaken dat ik in aanraking ben gekomen met iets groots. Amen. Maar wij beweren dat je kunt in aanraking komen met iets groots als God en dat je gewoon dezelfde blijft. Is onmogelijk. Er, het moet op een, een of andere manier zichtbaar worden dat je echt gelooft. Net zoals calorieën in eten is onzichtbaar. Maar je zult de gevolgen ervan merken. Alle mannen zeggen amen. Je zult de gevolgen ervan merken. Want ook al is het onzichtbaar, als het toegepast wordt in je leven, heeft dat een effect. En de vraag die ik u wil stellen: stel je voor, je zou gearresteerd worden vanwege je geloof. Zou er dan genoeg bewijs tegen je zijn dat, het, dat je ook echt gelooft? Of moeten ze echt zoeken om bewijs tegen jou te kunnen vinden? Omdat vaak in de praktijk je gewoon helemaal maar je eigen leven leeft. Het blijkt vaak niet uit je daden. Nu wil ik voordat ik verder ga wel even ja, als, van, als van tevoren iets recht zetten. Dat je niet de verkeerde indruk krijgt. Want wat ik ga zeggen, lijkt bijna in te gaan tegen wat Paulus hier zegt: uit genade. Bent u gered? Hè, zalig geworden. Door het geloof. En niet uit werken. Dan denk je nou. Bijna Jacobus zegt dat je door werken wordt gered, bij wijze van. En Paulus zegt het tegenovergesteld. Het lijkt wel alsof die twee tegenover elkaar staan. Maar dan wil ik eigenlijk dat u een aantal dingen opmerkt. Er is een verschil tussen wat Jacobus zegt en wat Paulus zegt. Paulus heeft het over hoe je een gelovige wordt. En om een gelovige te worden, daar heeft werken... Niks mee te maken. Ons voegt daar niks aan toe. Dat is puur hè, uitgenade door geloof. Die bijwoorden moet je even onthouden. Uitgenade is genade is de bron. En door het geloof in Jezus Christus, geloof is het middel dat uit die bron put. Alleen, hier blijft het niet bij, want en er is nog een tweede verschil, maar om even vers 10, even terugkijken, dit is vers 9, achter op het 9, dus uitgenade, door geloof, dus uit en door. Maar moet je kijken, er is nog een derde, daar staat er om goede werken te doen. Met andere woorden, Paulus die laat de werken niet erbuiten... Hij zegt, als je werkelijk uit genade door het geloof bent gered, dan heeft dat ook een reden om de goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus Paulus, die pakt eigenlijk een ander probleem aan dan Jacobus. En dat is het verschil nummer twee, is dat Paulus en Jacobus twee verschillende problemen aanpakken. Weet je, Paulus stelt het probleem aan van wetticisme wat was namelijk het geval? Paulus die sprak, je komt door geloof, tot geloof door, uh, je komt uh, uitgenade door geloof in Jezus, en uh, kun je wedergeboren worden. En er kwamen er leiders of leraren achter Paulus aan, Joodse leraren, en die zeiden, nou, het klopt half wat Paulus zegt. Ja, dat je gelooft in Jezus is prima, maar je moet je ook nog houden aan de Joodse wetten. Dus zij predikten een wetticisme. En dat is wat Paulus adresseert. Jij kunt niet tot geloof komen door Jezus en ook door Mozes. Het is alleen door Jezus. Amen. Ook vandaag aan de dag heb je heel veel mensen die wil terug willen naar de Joodse wetten. Ze willen eigenlijk ook weer hetzelfde doen wat daar ook gebeurde. Maar we worden niet gered door Joodse wetten, we worden gered uit genade door geloof in Jezus Christus. Amen. Maar Jacobus, zijn uh, het punt wat Jacobus eigenlijk uh, aanhaalt, is dat hij zegt: Maar genade is niet goedkoop. Want we dachten sommigen: Oh, als het allemaal genade is, maakt het helemaal niet uit hoe ik leef, ik doe gewoon wat ik wil. Het is toch, God is toch liefde. Geloven en werken hebben helemaal niks meer met elkaar te maken. Het is alleen maar door geloven, niet uit werken. Als je geloof en werken helemaal uit elkaar haalt. Zoals Jacobus ook zegt: de een heeft geloof, de ander heeft werken. Als je ze helemaal uit elkaar haalt, alsof die twee niks meer met elkaar te maken hebben. Weet je wat je krijgt? Een geloof dat niet meer werkt. Een geloof dat niet meer zichtbaar is. In, uh, het, in de praktijk van alle dagen. En als het geloof in jouw leven niet een verandering heeft teweeggebracht. en dan heb ik het niet over de hele grote verandering. Wij denken vaak, uh, vroeger was ik drugsverslaafde en nu ben ik vrij van drugs. Weet je, God wil jou veranderen in de kleine dingen. In de, klein, in, in de manier waarop je, je je stem gebruikt. Dat er meer liefde in je stem komt. In de blik, in je ogen. In de, de houding die je aanneemt ten opzichte van andere mensen. Het zit hem vaak in de kleine dingen waarin God jou wil veranderen. Dus we zijn geschapen om goede dingen. Werken te doen. Nou, Jacobus, die besteedt er een heel gedeelte aan. om juist dit probleem: van goedkope genade. van doe maar wat je wil, maakt niet uit. om dat probleem aan te pakken. En dan zegt hij: hij zegt, echt geloof. dat is meer dan alleen te zeggen. te geloven. Echt geloof is niet iets passiefs, echt geloof is actief. Echt geloof zet om in daden. Want je kunt wel zeggen te geloven. Praatjes, vullen. Amen. Er zaten vijf kikkers op een boomstam. En één die zei: Ik spring van de boomstam af. Hoeveel zaten er nog op de boomstam? Iemand zei vier. <laughs> Jij trapte erin. Jij had geloof. <laughs> Deze, dat was één die zei dat hij van de boomstam af zou springen, maar het was nog maar de vraag of hij het ging doen. En je ziet vandaag heel veel mensen, ze zeggen te geloven, maar ik zal je zeggen: je daden spreken harder dan je woorden. Jezus die heeft zelfs een gelijkenis van twee zonen. Dan zegt de een, de, de vader zegt tegen de zonen, ga en werk in de wijngaard. En de een zo zegt, zegt van ja, dat doe ik, maar doet het niet. En de ander die zegt van ik doe het niet, maar doe het uiteindelijk wel. En dan zegt hij wie van de twee heeft nu gedaan wat zijn vader wilde. Ook hier zegt Jezus: het gaat niet om wat je zegt, het gaat erom uiteindelijk wat je doet. Want als eigenlijk als je zegt iets te geloven, maar het niet in de praktijk brengt, dan mogen we er ervoor uitgaan dat je het niet echt gelooft. En Jezus zegt ook: niet iedereen die tegen mij zegt: "Heer, Heer," maar zegt hij: "maar wie de wil doet van mijn vader." Wow. Dat is heel confronterend. Werken zijn de vruchten. dat je geloof ook echt is. En Jezus zegt niet van iets. Aan de vruchten zul jij iemand herkennen. Jacobus zegt het eigenlijk heel ja, recht toe, recht aan. Een mens die wordt uit de werken gerechtvaardigd. en niet alleen uit geloof. Nou, dat, nogmaals, het lijkt soms haaks te staan. Maar ik denk wat ze bedoelen, het soort, er is een soort geloof dat redt. Niet alle vormen van geloof redden. Ik geloof dat een geloof waarin bekering ook zit opgeslagen, dat is het geloof dat redt, waarin ook een transformatie werkelijk plaatsvindt in je hart en ook in je denken. Kijk, iemand kan wel zeggen: ik wil Jezus volgen. Dat zeiden ook heel veel in Jezus' tijd. Meester, we willen u volgen. Maar dat bleek vaak in de praktijk er niet van te komen. En ook vandaag de dag dan kunnen mensen zeggen: ik wil Jezus volgen. Maar weet je wat is de eerste stap? Wat is de eerste stap waaruit blijkt dat je Jezus wil volgen? Een van de eerste stappen die je maakt is de doop. Dat is de eerste stap waarin je al laat zien: ik wil ook echt werkelijk Jezus volgen. Als iemand zegt Jezus te volgen, maar zich weigert te laten dopen, mag je je afvragen of zijn geloof wel echt is. Ik heb het niet over mensen die geen inzicht hebben in de doop, die nog worstelen met de doop. Ja, misschien uit een traditionele kerk komen en soms nog worstelen van, ja maar hoe zit het dan met de kinderdoop en met de volwassen doop? Dat is een, is een legitieme strijd die iemand kan hebben. Maar als iemand uit de Bijbel weet dat dit is eigenlijk de doop die ik met, waarmee ik gedoopt moet worden, maar voor mij hoeft dat niet. Dan kun je eigenlijk niet meer zeggen dat je Jezus wil volgen. En er staat ook in Marcus, er staat wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Ik zeg niet dat de doop nodig is per se voor je redding. Als iemand op zijn sterfbed ligt en die komt nog tot geloof, dan hoeft hij niet per se gedoopt te worden. Die moordenaar aan het kruis werd ook nog niet gedoopt. Die, die, die ontving zijn redding nog vlak voordat hij stierf. Maar ik heb het over iemand die weigert. Wij geloven dat als iemand weigert gedoopt te worden, mag je je afvragen: is het echt een christen? Is zijn geloof wel echt? Want uiteindelijk blijkt het uit je daden en niet alleen uit je woorden. Dus geloof is meer alleen dingen zeggen. Ten tweede, zegt Jacobus, echt geloof dat werkt. Is meer dan alleen het hebben van gevoelens van sympathie. Weet je, als je echt gelooft en je zegt te geloven in de God waarvan de Bijbel zegt: God is liefde. Dan ga je ook echte compassie krijgen voor je medemens. Dat is anders als sympathie hebben. Sympathie is, ach, oh wat erg voor je. Ik zal voor je bidden. God zegen. Compassie. Ja, Jezus had geen sympathie met de mensen. Er staat dat van Jezus: als hij de schade zag of hij zag een situatie, er staat een aantal keren hij werd met ontferming bewogen. En telkens als er staat dat Jezus met ontferming bewogen, wat moet je maar eens lezen, doet hij iets. Krachtig. Hij doet iets voor die persoon. En ik denk dat wij, als wij gaan hè, in dat project gaan, hart voor mensen, dan hoop ik niet dat alleen dat we sympathie krijgen voor elkaar. Empathie, maar echt compassie. Liefde. Want kijk, dit is wat Johannes zegt. We weten dat wij we zijn overgegaan uit de dood in het leven omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeders niet lief heeft, blijft in de dood. Radicaal. Maar dat is gewoon de realiteit. Als jij zegt, ik geloof in een God die liefde is en jij hebt geen liefde voor je broeders voor je medemens. Het blijkt niet uit je daden dat je daden van liefde hebt. Dan mogen we ons afvragen, hey, is mijn geloof wel echt? Of is mijn geloof wel diep? Is de bekering, de mes van bekering, is die wel diep genoeg gegaan? Is de besnijdenis van mijn hart, het vlees van mijn oude leven, mocht Jezus echt mij afsnijden van mijn oude leven? En is werkelijk iets nieuws in mijn hart geboren? En liefde is niet iets goedkoops, want je komen zegt ook, maar lieve kinderen, laten wij lief hebben, niet met de woord of met de tong, maar met daad. Geen woorden, maar fijn leven, fijn ordeen. Oh nee, sorry. Je moet me lief hebben, hè? Je moet mij lief hebben. Hey. Ja, anders ben je geen christen. <laughs> Dus we moeten elkaar lief hebben. De mensen en niet alleen, hè, dat zegt ook in Johannes 7, 18, mijn niet alleen met de mond, maar ook in de praktijk. Wil jij ook in de praktijk iets voor je medemens betekenen? En er staat het zelfs niet alleen hè, voor de mensen in het algemeen, maar vooral voor je geloofsgenoot. Dus in de gemeente, hè, er is zoveel te doen waarin jij je liefde voor je medemens kan laten zien. Je kunt op allerlei manieren in de gemeente dienstbaar zijn. En dat dienen doe je natuurlijk voor God, maar ook uit liefde voor je medemens. Dat je dat mag, dat je iets mag geven aan een ander. Het zou eigenlijk niet zo kunnen zijn dat je onderdeel bent van een gemeente en niet dienstbaar bent. Waarin je niet actief ook een stukje ja, dienstbaarheid, liefde laat zien aan je medemens. Vooral aan je geloofsgenoten. En weet je, Er is ooit een onderzoek gedaan in Amerika over mensen die zeiden die te geloven en dan vroegen ze, heeft het ook jou veranderd? Betekent jouw leven nu ook iets voor anderen? Ben je bijvoorbeeld betrokken in een gemeente? Geef je je tijd, je, je geld, je talent? Ben je ergens dienstbaar? En op al die vragen was het vaker nee als ja. Ga je überhaupt naar een gemeente? En het antwoord was nee. Ik denk dat Jacobus. Gedacht moet hebben, deze mensen. die houden zichzelf voor de gek. Ze zeggen te geloven, maar is het ook een echt geloof? Want echt geloof, namelijk, zegt de Bijbel. geloof dat werkt door de liefde heen. Jouw geloof in God. en jouw liefde voor God. wordt afgemeten. Aan hoeveel je je medemens liefheeft. Mijn geloof in God en mijn liefde voor God wordt afgemeten in hoeverre ik ook mijn medemens liefheb. Dus dat zelfs dat Jezus zegt. Dan zullen de bokken en de, scheid, de schapen van elkaar worden gescheiden en ja sorry en uiteindelijk zal blijken wie is een bok en dan zegt hij ik ben naakt geweest, ik zat in de gevangenis, ik had honger, jullie hebben mij niet gekleed, maar niet bezocht, maar geen voeding gebracht. Maar wanneer, heer, was u dan naakt? Wanneer? Hij zegt, als je het een van mijn broeders doet, als je dat een van hen doet, dan doe je dat aan mij. Daaruit blijkt, hé, hey, is mijn geloof ook echt? Dus zowel Johannes als Jezus en als Jacobus is gewoon klip en klaar. Hij zegt, als je zegt te geloven en je ziet een nood en jij kan er iets aan doen... Iemand die is zonder kleding en jij hebt een hele kledingrek thuis. Of je, ziet, je zit in een boot en iemand is aan het verdrinken en, en die drenkeling. En je zegt tegen die drenkeling: Oh, wat erg voor je. Weet je, ik geloof in God. Ik, ik ga voor je bidden, jongen. Dat God jou iemand zal sturen die jou zal redden en je keert je om en je gaat weg. Dat is liefdeloos. Dat is hard. Dat is kil. En dat is wat geloof zonder werken is heel hard. Is heel liefdeloos. En de Bijbel zegt in de laatste dagen zal ook de liefde verkillen. Ook onderling. Ze zullen elkaar verraden. En toch zou dat niet zo moeten zijn, weet je, waar de kerk van Jezus onbekend zou moeten staan, die zou bekend moeten staan om haar liefde. Er staat hier in 1 Johannes 3: wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God dan in hem blijven? Jezus zegt, hij zegt hieraan zullen jullie zien. Dat jullie mijn discipelen zijn als u liefde hebt onder elkaar. Wij zouden bekend moeten staan om onze liefde. Amen. Daar zouden we onbekend moeten staan. En ik weet, je kunt nooit iedereen helpen. Want soms kun je denken: oh, er is zoveel nood. Er is dus geen beginnen aan. Nou weet je, het is toch maar een druppel op de gloeiende plaat wat ik doe. Laat maar zitten. Nee, je kunt nooit iedereen helpen, maar je kunt wel iemand helpen. Er is altijd iemand die nodig heeft wat jij hebt. Amen. Dus geloof is meer dan alleen het hebben van gevoelens van sympathie. En de derde plaats, zegt hij, echt geloof is meer dan het verstandelijk aannemen van feiten over God. Want wat zegt Jacobus? Jullie zeggen, God is één. Je kent die hele belangrijke tekst in de Bijbel, hoor Israël, onze God is één. Dus zij konden precies de teksten opdruinen die nog klopten ook. Met hun verstand stonden ze erachter. Alleen Jacobus zegt echt geloof is meer als alleen de juiste theologie hebben. Echt geloof is meer dan alleen verstandelijk instemmen. En je hebt mensen die houden ervan om over het geloof te discussiëren. Die houden ervan om te filosoferen. En ze willen houden van om geprikkeld te worden met interessante preken. Ze struinen ook het hele internet af om ze willen. eigenlijk nog meer kennis opdoen. En ze willen geprikkeld worden. Maar weet je, uiteindelijk zonder dat ze de intentie hebben om er iets mee te doen. De Bijbel zegt: noem deze mensen die altijd leren. maar nooit echt tot de kennis van de waarheid kunnen komen. Altijd naar preken luisteren. Wist je dat Herodes. De staat van Herodes, hij hield ervan om naar de preken van Johannes te luisteren. Vond hij geweldig. Maar het veranderde hem niet. Tegen Ezekiel zegt, zegt God één keer: Hij zegt, Je bent voor hen niet meer als gewoon een artiest. Je treedt wel op, je zegt wel je woord, maar voor hen is het meer als een soort muzikant die waar ze naar luisteren, maar waar ze niet. Naar luisteren in die zin dat ze er ook iets mee gaan doen. Dus je kunt wel de juiste leer hebben. Je kunt de hele drie eenheid misschien uitleggen hoe het werkt. En Jacobus zegt eigenlijk so what? Hij zegt de juiste feiten over God weten is niet genoeg. Hij zegt zelfs de demonen geloven het ook op die manier. Ze kennen ook de feiten over God. Ik zal je zeggen, de duivel weet meer over God en de Bijbel dan wij hier met elkaar tezamen. Hij is veel langer al onder ons. En ik zal je zeggen, de duivel is een groot theoloog. Demonen weten alles over God. En ze sidderen. Dat ik mooi, ik heb het woordje sidderen. Dat betekent letterlijk door extreme angsten overvallen worden. Weet je waarom? De demonen die sidderen, die zijn bang, want zij kennen de majesteit van God. Zij kennen de glorie van God. En ik zou je zeggen, als je werkelijk met God leeft, is angst voor demonen is onzin. Demonen zijn bang voor jou. Want hij die in mij is, is veel sterker. Halleluja. Weet je, dus demonen weten alles over God en ze sidderen. En echt geloof is dan ook niet een instemming met je hoofd. Echt geloof is dat je echt in je hart gelooft dat je bent vrijgesproken van schuld. Door geloof met je hart. Dus niet alleen met je hoofd, maar met je hart. Weet je, dat is maar 30 centimeter. En ik geloof, er zijn mensen die missen de hemel. Op 30 centimeter na. Op 30 centimeter na missen ze de hemel. Want ze geloven met hun hoofd, maar niet met hun hart. En als laatste zegt Jacobus: Echt geloof blijkt dus uit wat je doet. En ik heb even vanwege de tijd niet doorgelezen, maar u mag dat thuis gewoon rustig doen. Dan noemt hij twee voorbeelden: Rachab Ra en Abraham. Nou, twee verschillende personen kun je eigenlijk niet hebben. Rachab was een vrouw, Abraham een man. Nou, in die tijd, hè, vandaag heb je veel meer gelijkwaardigheid, maar in die tijd was er geen, was er ongelijkwaardigheid. Uh, Abraham is joods en Rachab was een heiden. Abraham was een aartsvader. En Rachab was een prostituee. Abraham was een somebody, een iemand. Rachab was eigenlijk een nobody. Abraham was een vooraanstaand figuur in de Bijbel. Zij komt wel eventjes voor in de Bijbel, maar verder ook niet. Alhoewel. In de geslachtsregisters van Jezus. Dat is niet zomaar iets natuurlijk. Maar eigenlijk om de verschillen aan te gaan. Eigenlijk zegt de Bijbel of je nou een prominent figuur bent, of je bent maar een nou iemand die misschien niet zo in het oog springt. Iedereen heeft het nodig dat je een geloof hebt dat werkt. En in Abraham's geval. Hij zegt Abraham, hij, gelooft hij nu echt dat God hem uit Isaac een groot volk zal maken? Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God, God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. Dat was uiteindelijk het bewijs dat hij bereid was zelfs zijn zoon te offeren in het geloof dat God hem ook weer uit de dood kon opwekken. En die belofte ontvangen heeft, en dan staat er: Toen zei God, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u een Godvrezend man bent. En mij het niet onthouden hebt. Wauw. Wat een daad van geloof. Want er staat zelfs dat hij, het was gezegd dat door na, Isaac zal u nageslag genoemd worden. En dan staat er dit. Hij overlegde in zichzelf dat ook al ga ik hem doodmaken zoals God het van mij vraagt. God heeft tegelijkertijd gezegd dat hij uit Isaac mij een groot volk zal maken, dan moet hij hem wel uit de dood opwekken. Wat een geloof. Maar dat bleek niet uit zijn woorden, dat bleek uit zijn daden. En, als laatste, en Abraham gaf die plaats de naam. De Heere zal erin voorzien. Daarom wordt een hele tijd gezegd op de berg van de Heer zal worden voorzien. Weet je, God is een voorzienend God. En wat wij hier gaan doen, ook in Oosterwolde, dat is, we hebben geloof. En, en, en geloof dat ja, is actief. En mensen zullen gaan horen dat wij hier zijn. Ze zullen gaan merken dat hier een gemeente is. Amen. En het zal ook met elkaar dan moet er misschien verbouwd worden er moet geld komen en er moet van alles gebeuren. En dan denk je, hoe gaan we het allemaal doen? Want er is altijd tekort. De Heer zal voorzien. Amen. In het Engels zeggen ze het heel mooi: Where God guides, He provides. Waar God leidt, daarvoor ziet Hij ook. Amen. En ook in Zeven Huizen hebben we het zo vaak gezien. Misschien ik, ik. Ik weet niet hoe lang ik nog heb. Hoe lang heeft u nog tijd? Nee, heb je. Deelbaarheid. Nou, ik wil een getuigenis geven. Om, en dan sluiten we ook af. Ik sluit hier maar mee af. Hoe wij het gebouw in zeven huizen gekregen hebben. We hebben het ooit gekocht van de Heilige Eefsending. En we, nou ja, we ontwikkelden ons heel langzaam, maar zeker. En we dachten, als die ontwikkeling zo doorgaat, dan moeten we ooit een keer een ander gebouw, een groter gebouw. Dus wij gingen aan de slag. Het was nog niet eens nodig, maar in geloof. En er zijn vijf jaar, zes jaar overheen gegaan, want tekeningen laten maken door een architect en weer naar de gemeente en er weer afgekeurd worden. Weet je, we kregen het niet even op een presenteerblaadje. En, en op een gegeven moment dat je dacht: van nou komt het er nou wel van? En we hadden het bijna elke gemeenteavond weer over, over het nieuwe gebouw. En, dat je bijna bij de mensen dacht, Ja, 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 ja. eerst zien, dan geloven. Want hoe, vaak, hoe lang praten we er nou al over? En toen de tekening werd goedgekeurd op een blauwe maandag. Alleen dan kom je het volgende probleem: dan moet er geld komen. En we hadden nog een oude lening. En met die nieuwe lening moesten zo'n miljoen. Een miljoen euro. Moest er op tafel komen. En, en we moesten ook. 100.000 euro in de plus staan. Wilde de bank alleen er al over denken om mee te werken. En de bank zei: uh, ja, met elkaar miljoen, maar wij gaan niet verder als 800.000. Dus je zult echt 200.000 ergens anders weg moeten. Nou, waar haal je zo even 200.000 euro weg? Ja, dan ga je alles naar denken aan de loterij. Nou, ik had hier en daar misschien goede doelen en ik, ik belde hier en daar, maar dat was mijn menselijke, hè, mijn, mijn zielse drive om toch voor elkaar te boksen. En ik kreeg overal nul op mijn request. Doordat ik, ik moest spreken in Trinidad, de West-Indies, ergens daarbij, Curaçao in de buurt. En ik dacht: ik ga gewoon een boekje meenemen voor een vliegtuig. Oh, hier is een boekje over Hachai. Een uitleg over het boek Haghi. Nou, wie neemt nou een boek over Haghi mee? Ik. Ik dacht al oh, interessant. En, en, en weet je, we hadden inmiddels ook in de gemeente een beetje dat, nou ja, we moeten eerst maar eens sparen en uh, nog een paar jaar wachten. He, dat, dat, dat ging ook een beetje rond en dat ook heel begrijpelijk was. En ik nam het boek Haghi mee. En Haghi hoofdstuk 1, het volk zegt, het is niet de tijd. Om het huis van God te bouwen. En de geest van God sprak. De mensen zeggen: Het is niet de tijd. Maar ik zeg je: Het is nu wel de tijd. He? Is dat het, is het van mij? Wil ik het zo graag? Is het God die spreekt? Nou, doorlezen: doorlezen. In hoofdstuk 2, de 24 ste van de negende maand. De dag dat het huis van God. Wordt gegrondvest. En de Geest zei: september. Negende maand. Maar het was nu maart. Maar waar krijg ik in die paar maanden? Mijn menselijk verstand. Waar haal ik twee ton vandaan? Oh heer. Maar goed, u spreekt. En dan heb je het enige wat je hebt, is een woord van God. Ik kwam terug uit Trinidad en ik durfde dat haast niet te vertellen. Ik zei tegen het bestuur helemaal mooi omkleed van: als ik het goed gehoord heb, het kan ook mis zijn misschien. En, en dan gaan we dit jaar bouwen. Oh ja, we zullen het wel zien. Ik zie het even wat. Binnen twee weken, we hadden al wat lijntjes uitgegooid naar aannemers, kregen wij een telefoontje van een aannemer. Die zei: Kunnen we eens praten? We horen dat jullie de financier niet rond kunnen krijgen. En wij, het was bouwcrisis 2008. Wij willen graag werk. Dus wij om tafel. En we zaten met deze man, hij was een atheïstische directeur van Geveke trouwens. En hij zei: Wij zijn bereid jullie die twee ton voor te schieten. En hij zegt: Dan is het nu april, ja, en mei en een bouwvak. Hij zegt: Dan gaan we in september gaan we bouwen. Ja. Halleluja, ik heb het wel. Ik onder de tafel naar onze Penningmember, die was ook mee. Ik zei: Hoor je dat? En er was zo'n explosie in mijn hart, toen wist ik het zeker. Alleen dan moesten we nog wel naar de bank. En de bank had wel gezegd: Nou ja, dan denken we erover na. En die atheïstische directeur. Ik sta voor mij niet voor de camera, sorry. De atheïstische directeur. die had zijn eigen bank opgebeld. Waar hun vaak zaken mee deden. Van, zouden jullie misschien iets kunnen betekenen? Maar die bank zei: oh, er is een gebouwencrisis hoor. Wij lenen geen miljoen uit. En die locatie, daar is een geld weggooien. En kerk, kerken lopen leeg. Dus. We gaan niet uh, ons aan een kerk uh, vertillen. Dus drie keer nee. Nou, ah, die man die dacht, dit lukt hen nooit. Zeggen, met geen enkele bank gaat met hun mee. En toen gingen we naar onze bank. En onze bank zei ja. En weet je wat die atheïstische directeur zei? Hier zijn vreemde krachten aan het werk. Hier zijn vreemde krachten aan het werk. En ik zei, ik weet, ik zal je vertellen wie die vreemde kracht is. En ik vertelde hem van God. En, en hij moest eigenlijk onderscheiden of onderkennen. Hij kon het niet thuisbrengen. Dit is iets wat boven natuurlijk is. En weet je, dat mogen we ook hier verwachten. God gaat voorzien. Amen. Halleluja. Als wij een geloof hebben dat gaat werken, moet je kijken. Boom. Als mensen aan jou gaan zien dat het echt is. Zul je ook afgewezen worden, maar die persoon. Weet je, een persoon kan misschien jouw woorden wees staan, Maar als je daden hebt van liefde, de liefde dwars, die gaat dwars door alle muren heen. Amen. Woe. Daar gaat die bij laten.